Lieve mensen, dit wordt deel 4 van een serie waarin ik probeer uit te leggen hoe de Hippocrates lifestyle nou precies in elkaar steekt. Dat doe ik aan de hand van deze map die ik bij Hippocrates gekregen heb. En dit is de map die iedereen mee naar huis neemt, zodat hij alle lessen en alle dagen dat je daar geweest bent nog een keer kunt nalezen wat er nou precies gezegd is en hoe je bepaalde dingen nou precies moet doen. Er staat hier ook een sectie in over ziekte en hoe Hippocrates tegen de mens aankijkt. Hippocrates zegt, de mens bestaat uit, op het onderste niveau, uit een fysiek lichaam, het lichaam wat je feitelijk kunt beetpakken, uit een emotioneel lichaam, gecentreerd rond het hartgebied, en een mentaal lichaam, geconcentreerd rond het hoofd. En deze drie lichamen, het fysieke lichaam, het emotionele lichaam en het mentale lichaam, die staan in deze wereld en die worden door deze wereld beïnvloed. Sommige dingen gaan er langs heen, andere dingen zijn neutraal en weer dingen komen binnen. Nou, bij de dingen die binnenkomen, binnen in het mentale lichaam, binnen in het emotionele lichaam, binnen in het fysieke lichaam, kun je drie soorten gebeurtenissen onderscheiden. De eerste gebeurtenis is eentje die positief is, waarbij mentaal lichaam, emotioneel lichaam of fysiek lichaam op positieve wijze beïnvloed wordt door de omgeving. Nou, dan ben je gezond, dan ben je gelukkig, dan ben je blij. Er zijn natuurlijk ook gebeurtenissen die neutraal zijn, die geen invloed hebben, die langs heen gaan, die langs het fysieke lichaam heen gaan, het emotionele lichaam heen gaan en langs het mentale lichaam heen gaan. Dan zijn er invloeden waarvan je kunt zeggen dat ze negatief zijn voor het mentale lichaam, het emotionele lichaam of het fysieke lichaam. Maar dat geeft niet. Zowel het mentale lichaam als het emotionele lichaam als het fysieke lichaam heeft een afweermechanisme, een opruimmechanisme. En zodra een gebeurtenis als negatief herkend wordt, gaat het afweersysteem, het normale zuiveringssysteem in werking om die negativiteit uit het lichaam te werken. In dat geval is er ook niks aan de hand. Je kunt immers niet voorkomen dat er allerlei negatieve invloeden in de wereld om je heen binnenkomen. Zowel in je geest, zowel in de emotie, zowel in het lichaam. Als het lichaam bijvoorbeeld verontreinigd vlees eet, dan is dat een negatieve invloed voor het lichaam en het witte bloedlichaampjes en het hele maag-darmsysteem komen in werking om dat belaste vlees weer op te ruimen en uit te scheiden. Zegt iemand bijvoorbeeld iets heel vervelends tegen je, wat je raakt in je hart. Maar als je er nog eens goed naar kijkt, zie je dat die persoon eigenlijk zelf erg onzeker is, zelf niet goed in zijn vel zit en eigenlijk alleen maar zijn eigen ongenoegens op jou projecteert. Nou, dan kun je dat ook weer loslaten en verder met je leven. Dan zie je waar het vandaan komt, dan zie je dat jij er niks mee te maken hebt en dan ben je weer bevrijd ervan. En hetzelfde in het hoofd. Je kan op een bepaald moment een negatieve gedachte krijgen. Maar op een gegeven moment kun je dan ook weer zeggen van, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ik heb gewoon, stel je hebt bijvoorbeeld een hekel even aan iemand. Je valt uit tegen iemand of je valt niet eens uit, maar je denkt, Jezus, truts houdt op. Dan kan je daar ook even bij stilstaan en denken van, ik heb gisteravond een borreltje te veel op, ik heb slecht geslapen of ik heb allerlei andere gezondheidsproblemen of familieproblemen. En dan zeg je van, dat heeft eigenlijk niks met die persoon te maken, laat het los. En dan ben je er weer van bevrijd. En de derde kant, dus dat is de categorie negatief, je hebt dus de eerste categorie, positieve of neutrale invloeden. Nou, die zijn in neutraal geval verder niet besprekenswaardig. En in positieve invloed maken ze je gezond en gelukkig.
Dan heb je dus de categorie negatieve invloeden die door het systeem herkend worden als negatief en opgeruimd worden als negatief. En dan heb je de categorie negatieve invloeden op mentaal gebied, op emotioneel gebied of op lichamelijk gebied die door het lichaam mogelijk of door de emotie of door de geest wel herkend worden als negatieve invloed, maar die opgeslagen worden, dus weggezet worden in het lichaam. He, dus als je te veel verontreinigd eten binnenkrijgt, dan kan het normale afvoersysteem dat niet meer verwerken en worden afvoerstoffen, dus excess aan pesticiden, excess aan zware metalen, excess aan hormonen, medicijnresten, worden opgeslagen in de weefsels van het lichaam. Vaak in eerste instantie de meest gevaarlijke stoffen op fysiek niveau in de vetcellen. Maar is daar geen ruimte meer dan verderop in de weefsels en zelfs in de brein kunnen zware metalen opgeslagen worden. Emotioneel kan er iets gebeuren wat zich ook vastzet in je emotionele lichaam. Het verplaatst zich dan soms naar het onderbewuste toe. En daar gaat het zijn schade geleidelijk aan aanrichten. En evenzo voor de geest. Er kunnen vervelende gedachten zijn die vastgehouden worden, die steeds herhaald worden. En die in die zin je blijven achtervolgen op het moment dat je even stil zit of in je dromen zelfs. He, dus dat zijn negatieve invloeden vanuit je omgeving die herkend worden mogelijk wel als negatief, maar die, waarvan het lichaam op de een of andere manier ze niet kan afvoeren en ze gaat opslaan in het geheugen, in het hart of in de weefsels van het lichaam. Nou, deze laatste categorie leidt tot ziekte. Eigenlijk is iedere vorm van ziekte een situatie waarbij of lichaam of emotie of geest niet in staat is om negativiteit die het opgedaan heeft te verwerken, waardoor het zich waarna het dus heeft opgeslagen in zichzelf. En dit leidt dan tot ziekte. En ziekte is volgens Hippocrates ook altijd een waarschuwing. Een waarschuwing, een uitdaging om te kijken naar dat wat je niet hebt opgelost. Wat je op mentaal niveau niet hebt opgelost, op emotioneel niveau niet hebt opgelost of op fysiek niveau niet hebt afgevoerd. Dus uiteindelijk is bij Hippocrates maar een klein onderdeel van het geheel, of een onderdeel van het geheel, de voeding. Er ligt vaak vrij veel nadruk op, omdat voeding is iets wat ons, waaraan we zo gehecht zijn, dat het vaak het moeilijkste ding is om te doen. Maar uiteindelijk is het dus zo dat al die ziektes die we hebben ook heel vaak hun wortels vinden in emotionele dingen die in het hart liggen opgeslagen en die negatief voor ons zijn. Of geestelijke dingen, mentale dingen die in het hoofd liggen opgeslagen en die niet goed voor ons zijn. En hoe komt het nou dat we tegenwoordig zo ontzettend veel van dat soort dingen aan het opslaan, waardoor de mensen allemaal veel jonger, veel sneller en veel ernstiger ziek worden dan vroeger? Nou, een van de dingen die ze daarop aanhalen is dat we eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds de Industriële Revolutie, een enorme roofbouw op onze planeet hebben gepleegd. En naast die roofbouw door veel te grootschalige, intensieve, onnodige landbouw en ook de verkeerde manier van landbouw, is die aarde eigenlijk uitgeput geraakt. En daardoor zit er eigenlijk nauwelijks nog voeding in onze hedendaagse groenten. En het vervelende daarvan is dus dat heel veel mensen een schreeuwend nutriënten tekort hebben. Nou, buiten dat we de aarde hebben leeg geroofd en onze voeding, hedendaagse voeding, gewoon eigenlijk onvoldoende voeding bevat om nog gezond te kunnen blijven, is het zo dat we allerlei kunstmatige chemische producten zijn gaan maken.
En die hebben op een gigantische manier de aarde vervuild. We hebben heel veel van dat soort huisvuil en chemisch afval. Met dat afval hebben we de aarde weer bedekt. Er zijn grote plekken waar men dat afval van ons allemaal stort. En ook deze pockets, zoals ze dat noemen bij Hippocrates, van vervuiling. Deze dragen ook eraan bij dat de aarde steeds zieker wordt, als het ware. Daarnaast hebben we ook bijna geen werkelijk schoon drinkwater meer. De oceanen zijn volgebracht met onze menselijke restresiduen van chemische olie-industrieën. En het probleem daarvan is dat we dus aan de ene kant nauwelijks nog nutriënten hebben in de voeding. Uiteindelijk zijn sinds de jaren 20 tot en met heden zijn de voedingswaarden van de groenten bijna met 80% gedaald. En de bodemkwaliteit is ook met bijna 80% gedaald. Daar liggen overigens rapporten van, bodemonderzoekrapporten bij de Amerikaanse Senaat. Dus dit heeft Hippocrates gewoon uit officieel landelijk overheidsonderzoek. Maar daarnaast is het zo dat we gigantische hoeveelheden toxines binnenkrijgen en onze lichamen helemaal niet meer in staat zijn op fysiek niveau om dat te verwerken. Nou, daarnaast heeft de technologie een vlucht genomen, is de mensheid een aantal keren verdubbeld in de laatste 100 jaar en is er dus ook veel meer emotionele stress en geestelijke stress. Wat allemaal maakt dat een mens nog maar heel lastig, moeilijk, echt vitaal en gezond kan blijven. Nou, daar is een uitweg. De Hippocrates Lifestyle, waar we over hier gaan spreken in de volgende delen, geeft je een mogelijkheid om te handelen, om te gaan met het tekort aan nutriënten op lichamelijk niveau, het tekort aan nutriënten op hartniveau, een tekort aan positieve gedachten op geestelijk niveau en een vervuiling op geestelijk niveau, op hartniveau en op lichamelijk niveau. En een van de dingen waar we dus mee begonnen zijn in deel 1 tot en met 3 is de inname op lichamelijk niveau van meer zuiver, schoon eten, waardoor de lichamelijke reiniging op gang komt. En waarom zijn we daarmee begonnen? Omdat een mens eigenlijk pas als hij lichamelijk enigszins schoon is, kan toekomen aan het opruimen van negatieve emoties. Er is een bepaalde helderheid op het laagste niveau, op het lichamelijke niveau nodig, om naar het emotionele niveau te kijken. Een van de dingen waar Hippocrates veel mee te maken krijgt, is dat ze aanzienlijk aantal vrouwen met borstkanker binnenkrijgen. Nou, de eerste week staat bij deze vrouwen helemaal in het teken van eerst eens even goed dat lichaam reinigen. Dan komt de eerste vaste dagen komen. En daarna zie je vaak dat er ook een emotionele doorbraak mogelijk is. Een wortel in het emotionele hartgebied. Waarbij je jezelf tekort doet, zodat je eigenlijk deze kanker ontwikkeld hebt. Want gebleken uit statistieken is dat eigenlijk 95% van alle vrouwen met borstkanker op de een of andere manier zichzelf tekort doen. Dit kunnen aan de buitenkant prima functionerende vrouwen zijn, waar iedereen veel respect voor heeft, die hun kinderen prima opvoeden, die uitstekend functioneren op hun werk. Maar toch kan er dan op emotioneel niveau iets zijn waardoor die vrouwen zich zelf in feite tekort doen. Het lijkt aanvankelijk alsof je met voedsel begint, maar zowel de geest als de emotie worden even hard, even zeer en uiteindelijk vaak nog met een hogere prioriteit aangepakt. Nou, bedankt voor het kijken. Ik zal even... dan zullen we in deel 5 de volgende keer bespreken een heel aantal dingen die je dan allemaal kunt doen om op geestelijk en emotioneel en lichamelijk niveau positiviteit binnen te brengen en negativiteit buiten te sluiten. Dus dan gaan we even de allerbelangrijkste punten opsommen
die je daarbij kunnen helpen. Bedankt voor het kijken.